laat hem dan op mijn mouw zetten. En dan ga ik het gewoon eens proberen. Oh, zo. Het is maandag en officieel schoolvakantie. Maar ja, het voelt niet echt als een schoolvakantie. Moet zo de deur uit, boodschappen doen en even een simkaart halen voor mijn opa. Want we gaan een heel videobelsysteem voor hem aanleggen. En daar is een simkaart voor nodig, dus die moet ik even halen. Maar ik zit op Sarah te wachten en met 6 jaar is het een kleine diva en aankleden en haar doen. Dat kan soms nog wel even duren, dus ik heb maar thee gezet en ik... Zit even te wachten. In ieder geval even, dat is eigenlijk niet het goede woord. Ik zit denk voorlopig maar even te wachten. Maar daarna de deur uit en dan gaan we even al die dingen doen. En ik hoop zo dat ik niet weer heel lang in de rij sta overal. Maar ja, dat, we gaan het zien. Ja, en daarna moet ik even langs mijn ouders, want dan moet ik ook de simkaart langsbrengen. Want mijn moeder gaat wel bij mijn opa langs. Want we kunnen gewoon afstand houden. Mijn opa is natuurlijk al 86. Maar ik ga daar met Sarah niet langs. Want Sarah zit overal aan. En weet je, ze kunnen beter gewoon telefonisch contact hebben. Dan dat ze die afstand moeten houden. En dat het heel ongemakkelijk en moeilijk en verdrietig wordt. Dus, en dan dadelijk kunnen ze in ieder geval heel veel video bellen. Dus dat is wel leuk. Maar dan moet ik wel zorgen dat die simkaart bij mijn moeder ligt. Dus dat gaan we dadelijk ook doen. En dan is waarschijnlijk de dag al zo'n beetje voorbij. Ja. Boodschappen zijn weer gelukt. Het heeft wel weer even geduurd. Maar goed, nu de auto in naar mijn ouders, de simkaart brengen, die is ook gelukt. Sarah zit al in de auto, dus ik kan gelijk wegrijden, gelukkig. Het is echt rustig op het parkeerdek. Terwijl de winkel is echt heel, heel druk. Alles gelukt en nu weer onderweg naar huis. En het zonnetje is lekker. Echt had ik niet meer verwacht vandaag, want het begon al echt met heel veel wind en alles. Dus en oh, ik moet zoveel boodschappen zo uit de auto tillen en daar heb ik echt geen zin in. Dat zie ik tegenop, want ik moet 4 zware tassen tillen. En dus ik had allemaal zware dingen nodig. Dingen mee tillen, want ik heb. Ja, ja. Zij heeft 1 grote papieren doelplaat. En ik wil heel eventjes 4 vragen aan jullie doen. Ik heb mijn loodzware boodschappen weer thuis gekregen. Oh, wat was dat toch gedoe om het uit de auto te krijgen, zeg? Er zitten heel veel dingen voor de dieren bij en dat is gewoon allemaal echt heel zwaar. Dus ik ga het nu even allemaal opruimen. En dan ga ik, weet ik nog niet wat ik ga doen, want ik ben er helemaal kapot van. Weet je wat ik aan het doen ben? Nog even in dat lekkere laatste avondzonnetje mijn boek aan het lezen. En het is een goed boek en dat zonnetje is zo lekker. Voor is het trouwens echt wel koud, maar in de achtertuin, omdat het gewoon natuurlijk wat beschermde is... Het is echt nog heel lekker weer, dus ik ga hier nog zo lekker van genieten. Ik denk dat ik misschien nog een kwartiertje, 20 minuten heb voor de zon niet meer warm is. Maar dit is wel even echt genieten, zeg maar. Ik heb nog wat leuks gekregen. Dat is deze Multifunctional Cleaning Remove Blackhead Device. Ik kende het eigenlijk helemaal niet. Ik weet eigenlijk niet van welk merk het is. Staat eigenlijk nieuw. Het zou acne moeten verminderen. Fijne lijntjes moeten verminderen. Meeeters moeten verwijderen. En het hoornvlies moeten verbeteren. Dus ik ben benieuwd. Het is deze in ieder geval. En ik ga hem ook even openmaken. Even kijken. Want ik ben wel heel benieuwd. Ik ken dit helemaal niet, maar het is een soort ja, stofzuigerachtig iets of zo voor je huid. En dat haalt dan ja, een vallen uit. Ik weet niet precies hoe het helemaal werkt. Kijken of het erin uitgelegd wordt. Er zit in ieder geval een opladertje bij. Een boekje. Ik ga hem heel even lezen. Oké, ik moet hem zo eerst opladen. Ik kan hem nog niet uittesten, want... Hij moet eerst 6 uur opladen.
Maar even kijken, dit is dus het apparaatje. Die dus nu nog niet... Oh, hij gaat wel aan. Oeh, zo. Kijk dan, het zuigt best wel hard. Oké, dan zitten er 6 koppen bij. Even kijken, dit is dan de grootste. Dit is dan de Big Round Head, dat is deze. En deze zorgt voor heel veel mee-etenverwijdering en lift the skin. Dan hebben we een maatje kleiner, dat is deze. En voor vette huid en haalt ook mee-eters en acne weg. Dan een iets kleinere weer. Dat is voor de gevoelige huid en de zwakke stukken van de huid. Dan even kijken, dan hebben we deze, de allerkleinste ronde. Oh nee, nog niet eens. Deze is voor alle huidtypen gewoon. We hebben nog een kleine, een mini. Deze is voor hele gevoelige huid en minder mee-eters. En dan hebben we nog een ovale. En die is tegen het om rimpels tegen te gaan en de huid weer elastischer te maken. Dan ga ik hem toch heel even uittesten. En omdat ik nu niet gereinigd heb, denk ik dat ik die laatste dan gewoon even voor de gein ga proberen. Omdat die natuurlijk eigenlijk niet echt voor het reinigen is. Kijk, we moeten erop zo. Omdat die manual dan is. Er zit ook een M-knop. En mode button. Oh, dan moet je... Dus ook op de goede stand zetten volgens mij. Maar... Kijk eens die aangaat. Oh... Olie, normaal of droog? Oh, daar kan je mee. Nou, laten we hem dan op normaal zetten. Dan ga ik het gewoon eens proberen. Oh, zo. Dat is bizar. Dat zuigt echt je hele huid helemaal vast. Dat is vaag. En als ik het nou hier probeer. Ja, je kan hem wel verplaatsen. Zo, dit is apart. Ik weet niet helemaal wat ik hiervan vind. Het is hier wel heel grappig. Ik snap wel dat je hier een kleinere doet, want dit is best wel gevoelig. Ook al is het er dus wel voor. En laat ik die kleine dan eens proberen. Dat is deze. Ja, normaal moet je natuurlijk reinigen en dat heb ik nu niet gedaan. Maar ik ben gewoon te... En zo zacht hij veel minder. Misschien moet ik hier gewoon mee beginnen. Ik denk wel even nu even hier. Heel apart dit. Ja, ik... Ik denk dat ik het dus een tijd uit moet gaan testen. Kijken of het dan verbeteringen maar uit gaat brengen. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik hem voor nu in ieder geval even voorlopig ga opladen. En dan goed uit gaan testen. Dus jullie zullen hem de aankomende tijd langs zien komen. En dan gaan we zien in hoeverre het dan echt werkt. En het koelt gelijk weer af. Echt zodra die zon weg is. Ik heb even net teruggepakt. Alleen, ik heb nu 2 oversized sweaters en dat zou genoeg moeten zijn, omdat ik ze alleen af en toe even aandoe. Maar toen ging er vanochtend even wat over mijn trui, terwijl die andere net in de was zat. En ja, dus nu een andere trui, maar mijn shirtje gaat niet nu onder. Dus ik heb deze trui van Naked maar even gepakt. Zo, dat is gelijk echt een stuk beter. Ik vind het zo, zo verschrikkelijk erg afkoelen in de avond, dat het gewoon niet leuk meer is. En nu ga ik weer wat te eten maken. En ik moet wel even denk ik iets uit de vriezer kiezen. Ik weet niet, ik moet ook met staartje spelen. Ik zag het net met Edit heel erg. Maar goed, ik moet dat uit de vriezer gaan halen. Want die wil ik natuurlijk ontdooien.
Maar ik weet nog niet wat. Oh ja, trouwens, ik heb dit natuurlijk net gedaan. Maar ik moet zeggen dat mijn huid echt zo zacht aanvoelt. En glad. Dus voor mijn ideeën, ik denk niet dat je iets ziet. En dan krijg ik sproetjes van mezelf, maar echt. Maar het voelt in eerste instantie best wel fijn. Dus zo dit. Maar ja. Voor nu heb ik wel het gevoel dat ik denk, ja, mijn huid voelt er niet verkeerd van aan. Dus ik ga het nog even verder uittesten natuurlijk. Ik kan het niet in één keer weten. Maar tot nu toe valt het als een aanrader. Voelt het als een aanrader. En ja, ik ga even zoeken wat ik heb. En wat ik op kan maken. Dus ik heb lekker aardappelpartjes gemaakt. Deze met rozemarijn knoflook. En zo lekker. En ik heb deze nog. En daar heb ik echt trek in. Mango van Maza. Ik hou van Maza drankjes. Ik heb gezellig film gekeken met deze dame hier. Die heeft de hele tijd zo lief bij me gelegen. Oh. Ja, altijd. Zodra ik film wil ze weg. Maar goed, het is ondertussen best wel laat. En ik ben ook echt heel moe. Ik zit echt te vechten om mijn ogen op te houden. Dus ik ga lekker mijn bedje in. En ik wil je nog wel bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten op mijn kanaal. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!